Het belooft een prima jaar te worden voor de kerkuil na de grote teruggang in het aantal broedparen van vorig jaar. In de boerderij bij Piet Klaas Ozinga in Westernijkerk zitten hoog in de nok van de boerderij jonge kerkuilen. Ze worden geringd en gemeten en gewogen door ringer Arno Paulus. Het doel van het ringen is dat men dus de levensfase van Oele Nooi rennen kan. Ik weet het mem nou net lullig als je naar het nest gaat. Het is best mogelijk dat de mem hier in de buurt is, maar die vernemen we net, jongen. We moeten denken dat je 6 jong is, dat je naks meer dan 30 moesten omgevierd worden. Ze is ook vaak dat de bedel van die jongen, die worden groter, dus die ben net zo noffelijk meer. Hoewel de kast er al vele jaren is, is het lang geleden dat een kerkuil in de kerktoren van Wandsworth zat. Een kuil meende meer recht te hebben op het nest, maar door de inspanningen van de kerkbeheerder is er nu dan toch een kast met jongen. Ik ga die boeren weer skeer maken en die kaanderen waar ze het uitjagen en we weer skeer maken en doen we niet eens in de van die hoekjes. Het is dus aan, hier is erom toch dat de kouwen geen taggong meer krijgen dat de kast van de oel. Het is nog net zo vaak gebeurd dat hier een oel in de kerk toe zit en had hier in Wandsworth. Nee, net als ik weet. Dat ga ik nog maar nooit wat van jou. Hoeveel briedpeertjes zitten er voor hinder wordt in kerken? Nou, in 1980 zie het percentage 31,5% dus haast een tredde wat in kerken brieden. En hoe lijkt dat nou? Dus je moet het daar op 3,5%.